Oké, welkom bij weer een nieuwe tutorial van 3D Studio Max in de serie Character Design. We gaan vandaag een skin modifier toepassen op ons model. We hebben hier als model, we hebben het vorige keer in layers toegepast, zodat we zien dat het bijpad er ook nog in zit. Zo heb je je bijpad dus goed om je model heen gezet. Dus nu is het vervolgens de beurt om Max te gaan vertellen welke bijpad bones. En welk deel van de mesh moet beïnvloeden. Dat doen we door middel van een skin modifier. Daarvoor haalden we even onze mesh. Nee, laten we de bijpad ook even zien. We selecteren onze mesh. Laten we F3 laten, even onze F4. Sorry, shaded view F4. Laten we even onze wireframe zien, zodat we kunnen zien of we ons model geselecteerd hebben. Niet per ongeluk een bijpad. Dus je selecteert je model, de mesh, vervolgens ga je naar de Modify tab. Ik laat de layer even openstaan, die kan je op zich sluiten. Ik vind het handig om hem nu bij me te hebben, om aan te zetten en uit te zetten als het nodig is. Goed, nogmaals, je pakt je mesh, je edit poly dus, en vervolgens ga je naar Modify List. En ga je naar de S van Skin, en zoek op een gegeven moment de Skin op. Vroeger werd er ook gebruik gemaakt van de fysiek modifier. Dat is eigenlijk een verouderde versie van de skin modifier. Je kunt het een keer uit gaan testen voor je eigen modellen. Voor de opdrachtgever gebruiken we, moeten we een skin modifier gebruiken. Dus daarom gaan we met de skin bezig. Vervolgens selecteer je de skin. Dan zie je dat er een nieuwe layer in de stack is gekomen. En als we dus nu ons model bewegen, gebeurt er niks. Waarom gebeurt er nu niks? Omdat we eigenlijk nu nog Max moeten gaan vertellen welke bones dus invloed hebben op, op de mesh. En ik heb het net ook gezegd, en net was het meer over de values, dus het gewicht van de vertice. Nu gaat het meer om welke positie, welk deel van de mesh door welk deel van de bijpad bewogen moet worden, beïnvloed moet worden. Dus we gaan terug. We klikken even op ons model weer. Dan zien we de skin modifier. Vervolgens zien we verschillende opties staan. En dan zien we op een gegeven moment als we verder scrollen, zien we bones. En zien we hier name staan. En er zitten dus nog geen bones in. Dus we moeten Max vertellen welke bones hij dus moet gebruiken. Dus die van de bijpad. Dus we klikken op add. Vervolgens krijg je een nieuw venster met waarin je alle bijpad onderdelen ziet. Je ziet ook dat er die twee kamers erin hebben en een skylight. Die willen we niet toepassen. We willen dus BIP1 pakken. En vervolgens willen we dus alle bones pakken. Dus alles wat de optie heeft. Of wat dit icoontje ernaast heeft. Je kunt dit filteren door alle filters uit te klikken. Behalve dus de laatste. De display bones. Dus ik zie dat nu alle bones zichtbaar. Ik heb ze allemaal geselecteerd. Druk op select. Nu zie je dat hier de bones toegevoegd zijn. En als we dus nu onze hand pakken bijvoorbeeld en we gaan deze bewegen, zien we dat onze mesh ook mee beweegt. En het lijkt goed te gaan, maar nu begint het moeilijke gedeelte en dat is het weight painten. Je ziet, het lijkt allemaal goed te gaan nu. En als ik nu mijn bijpad uitzet, zie ik dat mijn been een beetje misvormd is. Dus het is nu belangrijk wat we gaan doen is om daar het volume te behouden. Dus dat de bovenbeen dezelfde volume houdt en dat de kuit ook dezelfde volume houdt. En dat gaan we doen door middel van weight painten. Ik zet mijn bijpad even weer aan. Ik ga even Ctrl-Z door in zijn standaard positie. En vervolgens zijn we dus nu klaar om te gaan weight painten. 4 minuten, dus we gaan direct door met deze video. Ik dacht dat ik iets langer bezig was. Dus goed, we klikken op ons model. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst een kleine animatie aan onze model geven. Zodat wij precies kunnen zien, zonder dat we constant bij moeten selecteren, waar onze fouten liggen. Dus hoe gaan we dat doen? We selecteren even onze voet. We gaan naar de left view.
En in plaats van nu auto key aan te zetten, als ik nu auto key aanzet, ik ga naar 5 en ik zet mijn biped even in een kniepositie. Dan zegt die key may not be set when in figure mode. Dus, oh, ik zit nog in figure mode. Dus heel even snel terug. We gaan naar auto key. Zetten we uit. We selecteren onze biped. En daarvoor gaan we dus eerst even naar de motion tab. Zien we inderdaad, ik zit nog steeds in figure mode. Dus kan ik uitdrukken, kan ik weer aandrukken. En dan blijft hij nog steeds in deze mode staan. Dus dat wil ik niet. Ctrl Z. Hopelijk kan ik nog terug naar zijn hoofdpositie. En dat is de hoofdpositie, dus dat klopt nog. Vervolgens gaan we uit figure mode. Dan zien we dat we een paar opties erbij gekregen hebben. Waaronder key info. Waar we dus een aantal keys neer kunnen zetten. Dus wat wil ik nu gaan doen? Ik ga weer naar frame 5. Ik zet mijn auto key aan. En ik maak een beweging. Alleen als ik nu terug ga. Kijk, ik heb nu dus die keyframe gezet zoals je hier ziet. Er staat een keyframe. Als ik alleen nu terug ga naar frame 0. Blijft die keyframe daar nog steeds staan. Dat komt omdat een biped niet automatisch een keyframe aanmaakt op de eerste... op het eerste frame van de tijdlijn, dus op frame 0 in deze situatie. Dus ga even Ctrl zetten, dat die keyframe weg is. Belangrijk is dat je een keyframe dus zet op zijn hoofdpositie, zodat je altijd weer terug kan naar zijn T-pose. Daarvoor selecteer ik, pak ik mijn mesh. En in mijn layer manager, freeze ik mijn mesh. Dus ik klik op freeze, zodat ik mijn mesh niet meer kan selecteren. Ik wil eigenlijk alleen maar met een rectangle selection, dus een marquee selectie, wil ik al mijn bones selecteren, maar dus niet mijn mesh. Vervolgens kan ik dan eens in mijn motion tab kijken en dan zie ik bij key info, zie ik daar een rode knop staan en meestal is het record en dat is inderdaad ook zo. Set key. Dus daarvoor klik ik één keer en nu zie ik dat ik een keyframe heb gemaakt op frame 0. Belangrijk dat je dat even doet, zodat je biped altijd nog weer terug kan naar zijn originele waarde op frame 0. Zoals die dus in zijn default state is. Nu gaan we dus naar frame 5. Daarvoor pak ik eerst weer eerst de voet, eerst de been. En ik maak een kniebuiging. Als ik dus nu ga scrollen tussen frame 0 en frame 5... zie ik dat hij deze animatie gemaakt heeft. Deze animatie kunnen we later weer verwijderen, maar het gaat vooral belangrijk is dat we even snel kunnen kijken hoe onze vervorming is tijdens het weight painten. Goed, nu zijn we dus klaar om te gaan weight painten, tenminste om het been te gaan weight painten. Dus ik unfreeze mijn mesh weer. Vervolgens wil ik mijn biped uitzetten. Die hide ik. Ik selecteer mijn mesh. Ik zorg ervoor dat auto key uitstaat, zodat ik niet toevallig keyframes selecteer maak voor bepaalde dingen. Ik ga weer terug naar mijn modify tab, zodat ik weer naar mijn skin toe ga. En vervolgens, als ik dus nu van 0 tot 5 scroll, heb ik nog steeds een animatie erin zitten. En nu kan ik precies zien waar de vervorming zich bevindt en wat ik dus aan moet gaan passen tijdens mijn weight painten. Goed, we zitten dus in de skin modifier, we hebben dus onze bones nu toegevoegd. Het volgende wat we gaan doen is de edit envelopes. Envelopes die, zijn rode cilindrische vormen om je bone heen. Excuses. Om je bone heen. En die bepalen de invloed van de vertices die daar in die sfeer zitten of in die capsule zitten. We gaan een andere manier doen die ik zelf wat prettiger vind. En voor jullie denk ik ook handig is. We klikken op edit envelopes, want die willen we wel aan gaan passen. En vervolgens vinken we vertices aan bij select. Nu kunnen we dus vertices selecteren. Als ik nu een sleepselectie maak, zie ik dat ik nu vertices kan selecteren van mijn model. En dan kan ik dus straks een waarde aangeven. Let wel op, als ik een sleepselectie maak zoals ik hier doe in de left view en ik ga naar de front view, zie ik dat ik ook de vertices aan mijn linkerbeen heb geselecteerd. Terwijl ik nu alleen met mijn rechterbeen bezig wil. Het is belangrijk als je een marquee selectie maakt, dat je wel even in een andere view kijkt, dat je niet extra vertices geselecteerd hebt die je niet wilt. Want dat
Ik zou dus aanraden eigenlijk om dan de vertices te selecteren in de front view en in de left view te kijken wat de vervorming is. Goed. Ik ga wel even naar de front view inderdaad. Ik kan dus vertices selecteren en nu wil ik dus de vertices aanpassen van mijn been. Belangrijk is dat ik nu eerst dus selecteer ik de footbone. Ga dus wel weer naar de left view. Je blijft constant switchen, left view, side view. En je ziet dat er nu twee soort vertices zijn waar tussen een lijn zich bevindt. Die lijn representeert de bone. Dus daarom heb ik de biped nu niet nodig. En daardoor heb ik alleen dus nu deze lijnen nodig. Dus als ik die selecteer ik automatisch de bone van de biped die daarmee vertegenwoordigd wordt. Dus ik begin bij de voet, bij de neus. En we zien dat we dus deze vertices in de front view, die hoeven niet. Oh, en nu zie ik dus ook dat ik de verkeerde voet geselecteerd heb. Ik heb mijn left toe geselecteerd, dat wil ik niet. Ik wil mijn right toe selecteren. Dus we kunnen ook natuurlijk gaan zoeken weer in onze hiërarchie naar right toe. En nu klopt het. Dus ik sta in de left view. Ik heb die vertices geselecteerd. Ik ga even naar de perspective view. Om te kijken of ik alles geselecteerd heb. Ja, ik wil van de teen wil ik dus zorgen dat de voorste rand volledig invloed heeft op de boom die bestuurd wordt. Dus wat gaan we doen? Daarvoor gaan we scrollen weer naar beneden. En dan zien we twee opties. We zien weight tool en de weight table. Die klik je allebei aan. En je krijgt dan twee nieuwe schermen te zien. En don't be afraid. Het gaat zich allemaal zo meteen wijzen. In de skin weight table wil ik alle vertices op selected vertices. Nu wordt mijn lijst al iets minder. En nu kan ik, dit zijn alle vertices, de vertice nummers. Die dus invloed hebben op bepaalde bones. En als je dan het venster hier bekijkt. En met de muis. Linkermuiswiel. Middle mouse wheel to scroll the window. Middle mouse wordt ingedrukt. Kan je dus scrollen. Je kan natuurlijk ook gewoon de onderste schuifbalk gebruiken. Om te kijken waar de invloed zijn. Nou, nu zien we dus dat op een gegeven moment. De right foot tegenkomen, die heeft een bepaalde waardes van de vertices. Dus die heeft een 0,095, dus bijna 0,1 value wordt beïnvloed door de foot. Dus deze vertices, één daarvan, die wordt maar 0,1 beïnvloed door de footbone. En dat is deze. En we willen eigenlijk dat de toes, omdat de toes aan het eindpunt zitten, dat deze volledig invloed krijgen op alleen maar de toebone. Dus deze willen we niet hebben. Die moet op 0 staan. Dus we gaan verder kijken. Zien we dat hier naar onze toe. En daar zien we dat bijna de toe allemaal een waarde van 1 heeft. En dat willen we ook. We willen volledig invloed uitoefenen. We hebben dus de weight tool ook nog. Die we geopend hebben. En dan zien we dat we daar BIP001 right foot staat. En de right toe. Dat betekent dat die vertices die nu geselecteerd zijn. En we ook gezien hebben in de weight table. Dus allebei de bones hebben invloed op deze vertices. Terwijl we willen dat alleen maar de toe invloed heeft op die vertices. Dus ik heb terwijl ik mijn toe geselecteerd heb, die blauw is. Als ik bijvoorbeeld foot selecteer, zie ik dat mijn footbone geselecteerd wordt. Dat wil ik niet. Ik wil mijn toebone. Daar wil ik de vertices op aanpassen. Dus ik klik op die bone. En vervolgens kan ik hierboven op een waarde klikken. Die ik aan die vertices wil geven. Ik wil die vertices dus een waarde van 1 geven, want die moeten volledig invloed hebben. Dus ik klik op 1. En dan zie ik dat mijn toes hier ook allemaal een waarde van 1 hebben. Ook in de hierarchy hier heeft mijn toes hebben nu een waarde van 1. Zo ga je je model dus een beetje aanpassen. Dus ik pak nu de volgende rij vertices. En dit is dus een punt. Hier hadden we eventueel nog gebruik kunnen maken van extra edges. Zoals jullie ook gedaan hebben bij de knie. En bij de arm en pols. En dat hebben we nu niet gedaan. Wat we nu willen doen is dus eigenlijk dat deze rij. De helft moet door de toes beïnvloed worden. En de helft moet door de foot beïnvloed worden. Omdat deze precies op een buigpunt zit.
Mocht je daar nu nog twee lijnen aan de zijkant hebben, dan zou je ervoor kiezen om dan zeg maar die lijn hiervoor een waarde te geven van bijvoorbeeld 0.75 en de lijn daarnaast van 0.25. En dan zou de footbone zou dan 0.75 hebben. Dus zo verdeel je dat een beetje. Dus dat is het 1, 0.75, 5, 0.25. En dus andersom van de foot is dus 1, 7.5, 0.5, 2.5. En het is altijd een beetje testen hoe dat allemaal werkt. Dus dat is even trial and error. En daar gaat dus veel tijd in zitten. En dat heb ik jullie dus willen vertellen tijdens de les. We willen dus zorgen dat de toe 0.5 heeft. Dus we klikken op 0.5. We zien dat de foot ook op 0.5 gaat. Dus is het perfect. Nou, dan willen we de foot selecteren. Dan kunnen we een aantal vertices selecteren. En zo ga je dus eigenlijk alles een beetje aanpassen naar je wensen. Ik ga dit even een stukje doen en dan kom ik zo weer terug. Goed, ik heb nu even dit onderste gedeelte even gedaan en even gecheckt of dat beweegt zoals ik wil. Het beweegt aardig mee. We zitten dus nu bij het probleem bij onze knie. Dat gaan we dus nu aanpassen. Ik ben dus nu bij dat gedeelte waar we dus die drie lijnen hebben gecreëerd. Dus ik wil nu deze loop pakken. Dat kan je doen door dus alles selecteren gewoon in één keer. Maar als het moeilijk wordt, kan je ook één vertex selecteren, nog een vertex selecteren. En als we dan op een gegeven moment gaan scrollen in onze opties, zien we ook loop. Als we dan loop klikken, zien we dat hij direct de hele loop selecteert. Deze loop wil ik dus dat die .7 doet, de right calf, dus een kuit wordt behandeld. Dus ik wil dat .7 maken. En dan zie je dat de left thigh ook nog invloed heeft. Nou, dat wil ik dus helemaal niet. Dus die wil ik zorgen dat die buitengesloten wordt. En daarvoor hebben we de optie, als we bij de weight table weer kijken. Ik heb de weight table even uitgezet voor mij. Dat was even onduidelijk. Dus als je het wil gebruiken, daar is de weight table. Je hebt nog paint weights. Dan kun je het painten. Ik prefereer zelf om dat deze niet te doen. En eventueel daarna nog misschien wat paint weights te gaan doen. Goed, ik loop met de zaak weer vooruit. Of ik ga weer, ik dwaal af. Ik wil dus deze vertices, wil ik dus excluden van mijn left thigh. Dus ik wil dus zorgen dat exclude selected vertices, dat ik daarop klik. Nu ziet u dat er nog weinig gebeurt. We moeten dus even updaten. En we willen dus right thigh. Dus ik hier zie wil ik dat hij .25 heeft. En hij is nu 249. Dus .25. En dan zie ik dat ook op een gegeven moment de left thigh bone hieruit verwijderd. Verdwijnt. Dus ik heb daar die exclude van deze been. Deze helft, deze vertices. Doen we de volgende weer precies hetzelfde. We pakken twee vertices. We gaan weer naar loop. We willen dat deze dus 0.5 heeft van de right thigh. En 0.5 bij de right calf. We zien dus ook dat de left thigh hier ook weer bij zit. Again, dat willen we niet. Dus die klikken we weer aan. We gaan weer zoeken in onze modify opties. Exclude selected vertices. We updaten hem door de right calf 0.5 te maken. En we zien dus dat de right thigh nu ook nog 0.97 heeft, dus even daarop klikken, 0.5. En nu zien we dat ze allebei een waarde van 0.5 en 0.5. De waardes die je hier ziet, die worden opgeteld allemaal 1. Dus belangrijk, als je hier een verkeerde waarde ziet, zoals je bijvoorbeeld net zag, 0.475 of 0.497. Dat zorgt ervoor dat dus een vertice niet helemaal een waarde heeft, of er is niet een bone die die daar invloed op heeft. Dus dan blijft hij dus stilstaan. Dus belangrijk dat altijd deze waarden opgeteld allemaal 1 zijn. Nou, gaan we nog een keer doen bij de bovenste rij. Dus dan gaan we weer boven, we gaan loop. We zien dat de right thigh en de right calf hier alleen maar aan vastzitten. Nou, dat is prima. Dus we willen dat de right thigh dus 0.75 daar heeft. En we willen dat de right calf maar 0.25 invloed heeft. Dus we klikken op de right thigh is momenteel geselecteerd. Dus we willen dat het 0.75 is. En dan zien we ook dat de right calf 0.25 is geworden. Waardoor het dus samen weer 1 is. Nu kan ik dus even gaan scrollen in mijn viewport om te kijken wat nu precies
de damage is. Dus gaan we naar frame 5. En dan zie ik dat mijn been al iets meer verplaatst zoals ik wil. Doordat we low poly hebben, zul je altijd te maken krijgen met penetratie van bepaalde vertices, geometrie en andere geometrie. Omdat er te weinig resolutie aanwezig is om echt een goede overgang te maken van de mesh. Zoals je ook ziet, zie je dus dat hij hier in de mesh gaat. Maar hij houdt wel zijn vorm van zijn kuit goed vast. En de bovenbeen. De bovenbeen wordt iets dikker, dus dat gaan we zo meteen weer aanpassen. Dus dan kunnen we zorgen dat we deze vertices bijvoorbeeld selecteren. En dan zeggen we dat hij niet 0.25 aan de right type, we willen dat hij misschien 0.35. Die staat hier dus niet tussen. Dus dan kunnen we hier onderin bij set weight, kunnen die op 0.35 zetten. Als we die op 0.35 zetten en zetten set weight, zien we dat hier de vertices ook al veranderen. En dus nu een lagere waarde hebben. Je ziet dat ik hier nog een vertice heb die verdwaald is. Dus die selecteer ik even weer. Die maak ik ook 0.3. Nou, die doet dus nu raar. Dus waarom doet die raar? Geen idee. We kunnen kiezen om deze lager te maken. Nou, hoe lager we maken, hoe hoger die gaat. Dus dat willen we niet. We willen hem dus hoger maken. Dan doen we 0.5. Dan niet helemaal, 0.75. En nu is die ongeveer waar ik hem wil hebben. Kunnen we deze vertices ook weer doen. 0.25, nee, 0.5, 0.1, 0. En zo ga je constant een beetje kijken wat precies de waarde moet zijn van de geselecteerde vertice. Dat was het dus niet. Hij is dus 0.5. 0.75. Nou, die zal daar moeten blijven. We zouden deze dus nog wel iets omhoog kunnen zetten. Maar ik zie ook dat hier nog weer een extra bone is. En die foot, die wil ik daar dus niet. Dus die exclude ik even van mijn selectie. Gaan we naar mijn right thigh toe. En ik wil dat die iets meer invloed heeft. Dus punt 2. Set weight. Punt 1. Nou, hij doet dus net als een zonde. Nou, dus het is gewoon een beetje oefening bij het kunst. Set weight. Nou, jullie kunnen natuurlijk veel beter dan mij. Met 5. Wow. Nou, je kan er van allerlei rare dingen mee doen, zoals je ziet. Wees er voorzichtig mee. We gaan nog één keer kunnen, dus we zien dat de bovenbeen nog een beetje een baltje heeft. Dus we willen zorgen dat die... Die worden door de right type beïnvloed, dus geen probleem. En als we dan kijken, we gaan even uit skin mode. Ik selecteer weight tools even uit, alles even uit. En op die manier zou je dus dan je model helemaal gaan skinnen. Goed, hier is natuurlijk heel veel werk wat ik hier nog aan kan doen. Maar dat gaan jullie dus doen. Zoals je ziet, als ik even op mijn model kijk, in perspective mode. Zie ik dat er hier ook van alles fout gaat. Dus dat zijn dingen die wil je aan gaan passen door middel van de tools die we net gebruikt hebben. Je selecteert de bone, je edit envelopes, je selecteert de vertices die je wil veranderen. Je pakt de bone daarvan door aan door die rechte lijnen te selecteren. Of gewoon de bone te selecteren in deze hiërarchie. Je kan ze excluden door middel van de exclude selected vertices als er te veel bones zijn. Je kan de weight table gebruiken, je kan de weight tool gebruiken en de paint weight. We kunnen daar nog even naar kijken als we naar de left view gaan. We kunnen de paint weights kun je ook gebruiken dus. En zoals je ziet zien we hier dat je nu de weights kan painten. Maar wat paint je nu eigenlijk? Het is belangrijk dat je die even opent. Door die browse button hiernaast te klikken. Dan krijgen we de opties van de paint tool. We hebben de minimal strength en de maximal strength. Dus in pen tablet hebben zal de maximale strength 0.1 zijn. Ik wil de maximale strength op 0.1 zetten. Zodat ik elke keer maar een 0.1 waarde omhoog zet. De minimale size en maximale size. Die wil je natuurlijk ook een beetje aanpassen naar de grootte van je model. Zo is die wat beter voor mij.
De fall-off curve kunnen we nog veranderen. En verder kunnen we alles zo laten. En dan kunnen we verder kunnen we. Als het goed is, ons model. Painten. Nou goed, ik heb het werkt dus nu in één keer niet. Laten we eens wat andere mogelijkheden doen. Hup, paint weight. Goed, ik heb hier dus niet zoveel meer gewerkt. Dus het gaat in de andere manier doet Max even raar bij mij. Wil je daar meer over weten, ga dan even naar de naar Google en zoek het daar verder dan op. Ik kan nog één ding proberen, right eye. Right eye. Nou, hij wordt nog steeds rood, dus op een of andere manier pakt mijn oh, hij pakt hem wel heel leer. 3. Die zomer. Hij pakt hem wel maar een hele lichte waarde. Zoals je ziet, zie je dat hij het redelijk ontspant. En op die manier zou je dus ook eventueel nog weer je model aan kunnen passen. Wat je zelf het beste vindt, ik hou niet zo van de paint tool. Ik weet niet, ik hou er niet zoveel. De precisie is bij mij een beetje weg. Dus, maar die optie is er dus eventueel ook nog voor jullie. Nou, model klopt niet helemaal, maar. Ziet er raar uit. Nou, en zo ga je dus bezig met je hele model. Zoals je ziet gaat er veel tijd in zitten. Zorg ervoor dat je het gewoon zo goed mogelijk in elkaar hebt zitten. Dit is bij mij ook te laag, zie ik ook. Maar dat is dus het skinnen en weight painten. Veel informatie. Ik hoop dat jullie een beetje uitkomen. En ik wens jullie veel succes bij het skinnen van jullie model.